Ooit zette Kevin De Bruyne zijn eerste voetbalstapjes in Drongen. Nu komt hij er terug om het internationaal talent tijdens zijn Kevin De Bruyne Cup te bewonderen. We zijn hier op de Kevin De Bruyne Cup. Dat is een internationaal voetbaltoernooi voor ploegen van de U15. En Kevin De Bruyne komt straks langs. Tijdens het toernooi spelen jonge en ambitieuze spelers zich in de kijker. En zoals altijd bij voetbal draait het maar om één ding. Ambitie is gewoon winnen tegen ploegen. Dat is al. Voor mij ook, ja, winnen en goed resultaat neerzetten. Om weer in de finale te raken of halve finale, dat we toch goede indruk hebben achtergelaten. Drie Belgische teams verdedigden in Drongen de nationale eer tegen 9 internationale ploegen. Hoewel het een onmogelijke opdracht lijkt om te winnen van FC Barcelona, Tottenham of Bayer Leverkusen, gelooft de Belgische jeugd in haar kansen. Ik denk dat het belangrijk is om naar onszelf te kijken en zeker geen schrik te hebben van de tegenstanders. Dat we zoveel mogelijk moeten uitgaan van onze eigen kracht. De eerste editie van de Kevin De Bruyne Cup was alvast een succes. Plezier, bewondering en uitstekend voetbal waren de hoofdrolspelers van het weekend. Maar de beker, die reist mee met Benfica naar Portugal.